Voor techniek moesten wij een project maken met tin en ijzerdraad. En we moesten ook eerst moesten we een thema zoeken. En we hebben gekozen voor fantasie en dan hebben we een draak gemaakt. Het was een beetje moeilijk, want ja, het is niet zo goed gelukt. Maar het was onze eerste keer, dus het was eigenlijk wel leuk. Wij waren normaal met drie, maar eentje is vandaag ziek. Dus hebben we dit vandaag alleen moeten afmaken. En ja. Er waren ook afspraken gemaakt over veiligheid, zoals met een soldeerbad. Die mocht niet aan plastic of ja, vasthouden, want dan verbrand je je. En als dat aan plastic raakt, dan ruikt je dat en dan wordt dat plastic niet goed. Wij moesten ook zo ijzerdraad, de isolering eraf doen. Dan moesten we zo met een mes en een blokje werken. Dan moest je dat eerst uitstrekken, dus je arm uitstrekken en dan je mes vasthouden en dan je draad trekken eronder. Omdat anders zou je daarvoor met jouw mes naar voren gaan en misschien iemand raken. En dat is gevaarlijk. De spullen dat wij hiervoor nodig hadden was tin, een soldeerbad, een mesje, een tang. Ook een tang om zo te knippen, kniptang. En een pincet. Ja, we hebben het thema fantasie gekozen. We hebben dan een draakje gemaakt. Dat komt uit de fantasiewereld van Pokémon Go. We spelen dat. We hebben dat dan gekozen. We hebben dan eerst de koperen draad moeten strippen. En met een breekmes en met een houten blokje moesten de touw of koperen draad die isolatie eraf doen. Dan moesten we de vorm van het draakje maken. En we zijn erop gekomen omdat wij eerst aan het twijfelen waren wat we zitten maken. En omdat wij dachten, omdat veel kinderen van onze klas Pokémon Go speelden, dachten wij dat we dat gingen maken. En we wisten niet welke Pokémon. En toen zagen wij dit en wij dachten van, dat gaan wij wel eens maken omdat dat er mooi uitzag. Heeft hij een naam ook, die Pokémon? Ja, Charizard. Charizard, ja. Voor de veiligheid moesten wij niet te luid babbelen. Als wij stripten, moesten we altijd onze armen zo houden en trekken. En niet naar voren, want anders kun je iemand steken als je uitschoot. En als je u verbrandt, moest je water erop doen. We hebben ons draakje met 3D-vleugels gemaakt. En met de staart een beetje gekromd, dat hij kon staan. En op die staart was er ook een beetje vuur. Zo. Ja. Maar dat vuur, ja. Oké. Het is een echte draak. Hij spuwt geen vuur. Maar zijn staart staat in brand. Ja. Oh ja. Dus we hebben gekozen voor een categorie monumenten. We hebben een Chinees monument gemaakt, Gong. Het was leuk, maar aan het begin was het even wennen met de soldeerbad. Ik heb mij 1 keer verbrand. Ik ook. Ik vond de opdracht wel leuk. Dat was iets nieuws. En ik vond het ook wel leuk dat we mochten solderen en met koperen draad werken. Maar we waren eerst nog aan het twijfelen om een gong te maken of de Eiffeltoren. Want dan hebben we toch uiteindelijk voor de gong gekozen.
De Eiffeltoren leek ons wat te moeilijk, omdat we dan te veel moesten gaan solderen. De gong was makkelijker, omdat het ietsje simpeler was dan een Eiffeltoren. De samenwerking ging wel goed. Soms wilde ik wel iets doen, maar Siebe wilde dat doen. Wat is dit? Was een gevecht om iets te mogen doen? Nee. Nee. Maar ik wilde dat doen, maar hij wilde solderen of zo. Maar nee, jij hebt dat gedaan. Ja, is goed. We hebben geprobeerd om iedereen evenveel te laten doen. En ging het om overeen te komen met wie het madame? Ja. Ging? Ja. Nee, dat verhaal. Het is geen madame. Het is gelukt. Ja. En het overleeft. Ja. En jullie gaan nog samenwerken voor het een of het ander? Nee. Nee. Dat was wel duidelijk. We hebben gekozen voor het thema mode omdat we alle drie interesse hadden in iets van mode en daarom zijn we samen in een groepje gekomen. We hebben goed samengewerkt. We hebben alle drie altijd wel iets te doen. Het solderen was wel een beetje moeilijk omdat het koperdraad altijd loskwam. We zijn alle drie wel eens verbrand, maar het was altijd lachen. We hebben een kleedje gemaakt en een kapstok om het kleedje vast te hangen. Ik vond dat ons groepswerkje zeer leuk was om te maken, maar ik vind het een beetje raar uitgekomen. Maar het is gelukt. Het is een kleedje geworden. Dit is voor boven, ja. Dit is voor onder. Ja. En de benen moeten daar ergens doorgestoken worden? Ja, hier. En de armen hier. Het is een dameskleedje. Ja, zo'n balkleedje. Een feestkleedje. Ja. Wat jullie misschien nog niet hebben ontdekt, dat die vorm van dat kleed dicht is. Dicht is? Heel goed gelijkt ook op een deel van. Een piano, een gitaar. Een gitaar. Maar niet. Een viool of een cello. Moet je eens goed opletten, dat is die specifieke vorm. Ja. Ja. En die is daar ook op gebaseerd. Dus eigenlijk, wat een speciaal kleedje is dat, maar eigenlijk is dat een vrouwenfiguur. Ja. Wij waren van plan om een Eiffeltoren te maken, maar ik denk dat veel mensen zien dat er totaal ander resultaat is van uitgekomen dan de bedoeling was. Ja, de bedoeling was dus om dit na te maken. Het is eigenlijk een beetje mislukt. Het is meer een piramide-achtig iets geworden. Ja. En ja, we hebben dat dus gedaan en daarvoor hebben we bepaalde dingen moeten doen. We hebben dus draad moeten strippen en dan moest je voor de veiligheid je hand gestrekt houden, want ja, anders kon je iemand pijn doen. En dus ja, we hebben ook heel veel moeite gehad met het solderen, want dat kwam heel, heel vaak los. En we hebben ook vaak te veel tin gebruikt. In het begin was het wel een beetje zoeken, omdat het nieuw was en zo. Maar na een tijdje is het wel goed gekomen. Dan hebben we zo elk iets anders gedaan. En ja. De taken zo wel verdeeld, hè. Ja, deze reeks lessen waren leuk, want door anders dan normaal en je moest ook veel andere dingen doen en ander materiaal gebruiken. Toei vroeg of we een klein een zweefvliegtuigje wouden maken voor een nieuw vliegtuig. Wat dat veel gezonder voor het milieu en voor de vogels is. Omdat ze anders in die turbines vlogen. We zijn begonnen met eerst wat draden aan langs de voorkant en later zijn we gaan uitbouwen met de grote vleugels enzovoort. We probeerden er ook nog motoren aan te maken, maar dat was niet gelukt. En dan zijn we nog op het idee te komen om dat eigenlijk gewoon een zweefvliegtuig te maken. We zijn trots op het resultaat en we willen het eigenlijk nog iets doen.
En het groepswerk, wij waren met z'n tweeën, maar het ging eigenlijk nog best wel snel vooruit. Vooral het solderen was het lastigst, omdat we dat in het begin heel moeilijk vonden. Bruno probeerde dat eerst nog wat en dan viel dat nog wel mee. En dan later ben ik gaan strippen. Maar zeker de eerste keer dat ik probeerde, dan werd ik vijf keer moeten proberen om dat dan goed te kunnen aan elkaar doen. Ja. Je hebt nu leren solderen. Je hebt de goesting om nooit iets nieuws te maken. Nog iets anders. Ja. Heb je al ideeën? Nee. We zijn eigenlijk... Ik vind het vaak ook leuker als ze mij iets voorschotelen dan dat we het zelf moeten doen. Dat ze mij iets zeggen van dit moet je ongeveer doen. Bijvoorbeeld een paddenstoel maken, zeg maar iets. Dat we dat dan zelf kunnen maken. We hebben voor het thema dieren gekozen en we hebben een pingvin gemaakt. We hebben met verschillende nieuwe dingen leren werken, zoals de soldeerbout en we hebben ook moeten strippen. In het begin was dat wel wat moeilijk, maar na een tijd begon dat wel makkelijker te worden en zo. En jullie hadden alle twee een thema pingvin gekozen? Ja, alleen ja, thema dier, ja. En dan nog iets kunnen over de veiligheid? Dat je verbrand hebt of zo, of niet? Ja, ik heb mij wel. Ik denk dat wij alle twee ons wel meerdere keren hebben verbrand en zo. Doe je dan als je verbrand? Dan moest je direct naar de wasbak lopen en je vinger een paar seconden onder water houden. Dan ging dat beter. Bij het strippen moest je je arm strekken en dan met dat mesje in je hand, in de andere hand, moest je zo trekken of duwen. En ik vond samenwerken wel leuk. En als we nog eens mogen samenwerken, dan doe ik dat wel graag. Geen conflicten gehad? Alles goed weten op te lossen? Taken goed kunnen verdelen ook? Ja, dat wel. Zij heeft meer gestudeerd en ik heb meer gestript. Dus we zijn samengekomen om één groot monument te maken van koperdraad. We moesten eerst 10 verschillende monumenten kiezen en daarna één monument eruit gaan kiezen. Dan hebben we de Big Ben gekozen. Okay. Toen we wisten dat we de Big Ben gingen maken, hebben we eerst afbeeldingen afgeprint. En dan hebben we een schets gemaakt hoe we het best en makkelijkst de Big Ben zouden kunnen maken. We zijn begonnen uit een simpel vierkant en we zijn geëindigd met de Big Ben. Het was wel moeilijk om het soms te maken, want ja, je moest ook veel veel tinnen en dat was wel soms moeilijk, maar het is gelukt. Okay. De samenwerking was wel goed. Iedereen had wel een taak, bijvoorbeeld de koperdraad recht trekken, dan bijvoorbeeld de koperdraad vasthouden en solderen. Ook soms hadden we een discussie over hoe dat we het zouden maken of hoe minder dat we het ingebruikten, hoe beter dat was. Maar het resultaat, ik denk dat wel nog goed is, maar soms komen ze wat uitsteeksels uit. Maar ik vind het wel mooi, maar ja. Het was wel moeilijk om te maken. Maar uiteindelijk zijn we er toch in geslaagd. Maar het is wel een beetje scheef, maar hier, ja. Maar ik vind het wel mooi. Ja. Want we moesten ook nog in de middag komen werken, want we waren nog niet klaar. We waren als enigste groepje nog niet klaar. Ja. Ja. Dat was het. Dat was het, ja. Ja. We zijn klaar.